Johan van Veen betekent veel voor het Hoogheemraadschap omdat het een icoon is. Het is een beroemde waterstaatkundige in de rij van Lely, Jan Anne Beijerink en meer. Hij is, wat dat betreft, onder waterbouwkundige is hij echt wel, beroemd. Maar het grote publiek veel minder. En ik denk dat dat ook wel komt omdat aan waterbouwkundige werken, je doet dat niet in je eentje. Daar heb je altijd heel veel mensen bij nodig. Dus we zijn ook niet zo gewend om daar namen aan te koppelen. En het is een man die behalve ingenieur was en creatief was, ook wel heel veel wat wij tegenwoordig awareness noemen. Hij heeft echt gewaarschuwd voor de stormvloed die kon komen, risico's. Hij heeft bij instanties aangeklopt. En ook die alarmerende functie, daar herkennen we onszelf als waterschap. Het is ook eigenlijk een van de laatste plannenmakers die nog zelf dus dit soort overstromingen heeft meegemaakt. En hier ook echt op de dijk heeft gestaan en zag wat het allemaal kwaad kon doen. Dat standbeeld van Johan van Veen past hier heel goed, omdat het uitzicht heeft op het eerste deltawerk, de stormvloedkering in de Hollandse IJssel. Het past hier ook goed omdat het op historische grond staat, waarbij diverse historische lijnen bij elkaar komen. Het is belangrijk dat, dat ook jongeren weten dat Johan van Veen degene was die in het verleden kapellen heeft beveiligd. Anders hadden we heel kapellen niet gehad. Er was misschien één grote watermassa hier geweest. Hij verdient die plek omdat hij heel bescheiden was, maar eigenlijk heel goed en heel slim. We hebben heel veel overstromingen gehad. En wat is nou bijzonder, vind ik, in relatie tot Johan van Veen, die heeft van tevoren gewaarschuwd in 1953 daarvoor. Die zag het aankomen, had het plan al helemaal klaar om te voorkomen. Die heeft er echt mee geleurd bij het ministerie om steun te krijgen, geld, et cetera. Maar goed, na de oorlog was men bezig met de wederopbouw. De prioriteiten lagen elders, maar voor de oorlog waren de dijken natuurlijk al slecht. Hij heeft er echt voor gewaarschuwd en toen gebeurde het. En toen moest men heel snel handelen. Er is in feite zijn plan overgenomen. Maar toen heeft men ook wel bedacht, althans zo vul ik het in, eigenlijk wel een grote schande, hè, dat iemand, een van onze ingenieurs, dat van tevoren voorspeld heeft. We niet geluisterd hebben, nu zien. Laten we dat nou voor zijn. Maar deze plek wordt ook een nieuwe inspiratiebron. Hij heeft nog veel meer plannen achtergelaten die voor de toekomst nog uitgewerkt kunnen worden. En met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap en studenten die zich daarin willen verdiepen. En ook de stichting Blauwe Lijn komen we hier samen en kunnen we ook kijken of we met die plannen verder kunnen gaan. Zowel die inspiratie, urgentie als creativiteit zijn dingen die zeker nu met de zeespiegelstijging en de klimaatadaptatie, waarvan mensen overtuigd moeten worden, zeker heel belangrijk. Ik vind het heel mooi dat hij hier zijn eerbetoon krijgt en dat zijn borstbeeld hier komt.